Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor en more. En vandaag ga ik op pad met de ambulance Rapid Responder Motor. De 322 vandaag. Ja, uniform is echt gewoon een beetje ja, van alles wat. Een ambulance jasje, eigenlijk meer een vest, wat handschoenen. Een politiehelm, een politiemotorbroek, soort van. En nog wel wat meer. Maar heb je commentaar, laat het me vooral niet weten, want het boeit me helemaal niks wat je ervan vindt. Ik heb het beste ervan proberen te maken, dus ja, hè? Wij gaan nu in ieder geval A1 richting een persoon neergeschoten. En ja, dat is samen met de ambulance. Want we zijn van, zeg maar rapid responder en bij deze mod wordt de rapid en de ambulance samen dan gekoppeld. En dan crash je meteen. Nou, dan zijn we gewoon weer terug. Ja, altijd leuk als je game meteen crasht bij het begin. Maar goed, dus we gaan samen met een ambulance continu naar elke melding. Dat is even niet anders. We zijn er meer, ja. Weet je, je moet het altijd zo bekijken van in Nederland, hoe het in Nederland zit, zo is het maar in weinig landen. In Duitsland heb je bijvoorbeeld ook een noodarts nodig. Hè? Een, ja, iemand die veel meer mag dan de ambulance van Duitsland. In België heb je de mug. Die mag veel meer dan de ambulance in België. In Amerika heb je vast ook wel iets waardoor je dus nu als medic overal mee naartoe moet. En in Nederland mag de ambulance verpleegkundige gewoon al die dingen die noodarts ook mag. Misschien een noodarts, ja, dat is toch wel een arts. Misschien mag die net iets meer en een mug. Dat is ook een arts. Maar toch, ja, mag in Nederland gewoon veel meer worden gedaan. Al door een ambulance verpleegkundige. Dus heb je nooit echt een noodarts. En als het dan echt super ernstig is, ja, dan komt het MMT. We zijn nu onderweg naar de eerste melding. Ik weet niet wat de melding uit ongeval geloof ik. Ik weet niet of die daadwerkelijk daar is, want ik kreeg alweer een kleine error. Het is wel het voordeel van een motor, je kunt er gewoon lekker doorheen doen. Tussendoor bedoel ik dan. Je moet er wel een beetje gaan. Yep. Dan komt de politie. Zijn ter plaatse maar geen slachtoffer aangetroffen, dan melden wij ons gewoon wel lekker vrij door middel van nieuwe meldingen te spawnen. Route 68 Harmony. Goed, gaan we daar. Oh nee, die is wel heel ver. Waar is dat dan? Ik had het kunnen weten. Maar als maar wat. Nou weet je wat, we gaan er gewoon heen. Ambulance is er ter plaatse. Die vragen dus assistentie van een rapid responder. Ja, we hebben volle gas daarin. Handig. Ja,
Wat een drukte. We gaan hier de snelweg weer verlaten. Een konijntje. Nou, dan kunnen we nu de snelheid maken, hoop ik. Oh. Ja, dat is echt puur afhankelijk van waar je die auto triggert om aan de kant te gaan. Als ik nou aan deze kant rijd, kijk, dan gaat hij in het midden stilstaan. En allemaal. Dus wat ik eigenlijk probeer is om hier te gaan rijden. Maar dan wil ik weer niet te zeer op een tegenligger gaan rijden, snap je? Dus het is continu met die tegenliggers. En de schenen zet ik gewoon even uit. Niet omdat ik het, ja natuurlijk ben ik geen voorrangsvoertuig, bla bla. En officieel moet ik van begin tot eind mijn sirene aanlaten, maar ik vind het gewoon irritant sirene. En het denk ook best hard. En helaas heeft hij hem ook. Hoi. We gaan eens kijken. Oh, we staan op het dak. Dat is ook altijd leuk, hè. Even kijken, wat... Ik wil even weten wat er allemaal aan de hand is. De hartslag ziet er goed uit, bloeddruk goed, saturatie iets verlaagd. Hypotensie heeft hij, maar dat is op dit moment niet aan de gang. Meerdere wonden, meerdere cruciale bloedingen en slaaprecht. Dan gaan we dus trauma treatment doen. Misschien wat allergisch voor penicilline en antibiotica. Of ja, penicilline. Er is antibiotica. En wonden treatment. En we gaan hem wat respiratoire. Hoe heet die zooi geven. Respiratoire. Ik zoek het woord even. Als ik nu hier zie met staan, support, ja, ondersteuning. Oké, okay, dan zou ik zeggen, druk op de I. En dan gaat het goed eens naar de andere kies. Ja, dan rijden wij snel weg voor de sirene. Zo. Waar gaan we heen? Ik heb geen idee. Een A2 red. Ik hoop dat die in de buurt is. Nee, oh my god. Die gaan we dus niet aannemen. Hartstikke leuk allemaal. Deze wel. Zo neergeschoten. Het is even ver, maar deze mogen we met spoed rijden. Zo neergeschoten, politie is onderweg, ambulance is mee onderweg. Voor de mensen die het misschien al door hadden, chapeau voor jullie. Voor de mensen die het nog niet door hebben, ik rijd met een stuur. Een motor rijden met een stuur, wat rond kan draaien. Ik vind het eigenlijk wel fijn, want kijk, dit soort bochten, lekker man. Alleen het is wel, als ik nu een beetje stuur, oh, dat is echt meteen... ja, je moet de feeling er even voor krijgen. Kijk, maar dit is ideaal om zo lekker door de bocht zo soepel te gaan. En gas te geven met je pedalen is meer relaxed om een beetje, niet meteen volle gas. Ook niet, ja, ik doe wel continu volle gas, omdat het gewoon lekker is met die motor. Maar motoren in GTA 5 is gewoon onrealistisch. Maar ja, je hebt veel meer gevoel voor je motor dan een toetsenbord en dan zelfs een controller. Terwijl controller en motor vond ik ook wel fijn.
Alleen mijn controller die is een beetje... ja, die gaat al heel veel jaren mee. Misschien al 10 jaar. Ik weet niet hoe lang de PlayStation 3 inmiddels al bestaat. Want het is een PlayStation 3 controller. En die heeft een beetje kuren. Totdat hij erin steekt en tot ik bijvoorbeeld gas geef en stuur. Tot hij dan denkt van... ergens binnenin komt er dan een dikke kortsluiting. En die denkt van oké, hij zit nu gewoon op de X te drukken. Ik weet niet welke knop wel ook alweer. Driehoekje, vierkantje. Dus die denkt van hij moet eruit springen van zijn motor af. Hij moet schieten. Allemaal dat soort dingen. Dus wat je dan kreeg, is dat ik dan echt gewoon opeens volle snelheid was aan het rijden. En opeens alsof je op de F drukt. Oftewel van je motor af springen. En dan sprong het er weer af. Of hij ging opeens vol in de remmen. Dat was super irritant. Dus die controller die laat ik met rust. En die sirene laat ik ook even liever met rust. Ja, ik weet het, realisme, sirene aan, heb ik net al verteld, weet ik ook. Maar ik vind, ja, ik kan me echt ergeren aan mensen in de reacties. Mensen die het altijd, of niet altijd, maar mensen die mij onzin proberen te vertellen. Terwijl ik denk van, ja, wat wil je nou? Of mensen die mij... Laatst had ik LSD sim. Ik zeg van... hey, dit is LSD sim, het is niet... Ik herhaal, het is niet... Waarom heb ik een brandweerschreeuwen? Het is niet meldkamerspel. En je hoeft daar ook niet bij mij voor aan te komen. Tot ik meldkamerspel moet gaan spelen. Dat ga ik toch niet doen. 3 keer raden wat ik toch weer in de comments krijg. Ga meldkamerspel spelen. En dan denk ik van ja... gasten, echt. En dan krijg ik dat niet 1 keer. Niet 2 keer, maar echt... 6 keer of zo. En hetzelfde geldt dat ze bij die IBT video gingen zeggen van ja, je rijdt de rood, dat mag niet. Jawel, politie mag wel de rood. En dan zeg ik, jawel, politie mag wel de rood, hebben ze vrijstellen van helemaal niet. Ik ga het nu navragen bij mijn vader, want die is politie. Dan denk ik, ja, rottig lekker op. Zo ik het zeg hoor. Die sirene is, ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb het in de vorige ambulance video al gezegd. Oh, hij is dood. Misschien moet je beginnen met reanimeren, collega. Ze zetten 2 man op die busjes en op de politieauto's, maar vervolgens laten ze de chauffeur niet uitstappen. Waardoor dus... oh, hij leeft alweer. Oké. Waardoor dus de sirene continu aan blijft staan. Op het moment dat de chauffeur uitstapt, stopt de sirene. Zo werkt ELS met NPC's. Of met, ja, computers noemen we maar even. Op het moment dat dus die man uitstapt, gaan de sirene uit. Op het moment dat hij instapt, gaat de sirene meteen maar aan. Met gevolg dus dat hij een brandweerschrijner heeft. Vraag me niet waarom daar een brandweerschrijner op zit. Ik wilde even iets testen. Maar gelukkig rust weer. We gaan nog 1 melding doen. Dat vind ik mooi geweest voor vandaag met de motor. Ik ga hem zeker vaker gebruiken als jullie dat willen. Als jullie zeggen nee, verschrikkelijk man. Lelijk ding, lelijk uniform. Ja, uniform, daar zouden we niks over zeggen. En voor de rest... misschien roleplay met de ambi-motor. Krijg je nu een A2 melding, maar nee, want een beetje actie nog hè, voor die laatste melding. Weet je wat, we rijden gewoon mee en we gaan kijken of we eerder dan een ambi kunnen zijn. Nee, de ambi is er al. Ik zie niks, dus ik ga je niet zomaar die vrachtwagen inhalen, want die vrachtwagen denkt ook van ja, jij met je motor. Zo, ook de rapid motor te plaatsen. Deze is ook dood. Ja, maar ook CPR'en. Die leeft. Ik heb hem nooit een shock hoeven geven. Hij zegt altijd discharge.
oftewel geen shock toedienen. Oh, mijn collega is dood. Nou, deze mevrouw gaat in ieder geval met de ambulance daar zo richting het ziekenhuis, dichtstbijzijnde ziekenhuis denk ik zo. En ik ga jullie bedanken voor het kijken, dat jullie een leuke video vonden. En dat jullie de motor toch wel een beetje succesvol vonden. Je moet er wat van maken. Ze zeggen, zijn er geen vragen meer? Ja, zijn er wel vragen? Boeiend, wat zeg ik nou weer joh. Ik zie jullie over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan.